grotere clubs in Nederland met een goede voetbalopleiding proberen op allerlei gebied te innoveren. Zo ook AZ. Ze willen voor 2025 proberen in de Champions League te voetballen en ook als club in alle regio's te laten reprofiteren van de groei die de selectie doormaakt. Nu werd er een indoorhal geopend om op alle weersomstandigheden te zijn voorbereid. Veel coryfeeën passeren de revue. Ja, de club heeft zich geweldig ontwikkeld sinds ik weg ben, 2005. Dat is niet te vergelijken. Niet te vergelijken. Ziet u ze ook wel een keer in Europa gaan scoren? Je ziet het aan Ajax. Dat hadden we ook nooit gedacht dat ze wellicht de finale van de Champions League halen. 2005 zaten we er heel dichtbij met AZ. Dus ja, ik denk met zo'n opleiding en dit beleid, ook de visie, denk ik dat we in Nederland heel ver kunnen komen. Want het bewijs wordt weer door Ajax geleverd. Dank u wel. Okay. Ik vind het indrukwekkend. Ik ben onder de indruk van deze fantastische hal. En vooral van de cijfers. Ik heb juist van de hoofdopleiding de cijfers doorgegeven. Dat betekent onder de 16, ruim 56% haalt het eerste elftal. Of haalt het bepaald voetbal. Dat is natuurlijk geweldig. Dus het is een enorme stap voorwaarts voor de ontwikkeling van AZ. Ja, deze hal is neergezet omdat als de weersomstandigheden echt slecht waren bij dit trainingscomplex, dan moest bijvoorbeeld het eerste tonnen wel eens uitweken naar het stadion. Nou, we hebben natuurlijk het liefst dat iedereen gewoon hier op dit complex kan blijven. Tegelijkertijd, ook voor de jeugd, wilden we graag iets hebben waar onder alle omstandigheden getraind kan worden, getest kan worden. En vandaar het idee om een indoorhal te bouwen. En die is nu gerealiseerd, dus we kunnen alles op het terrein doen. En daarnaast laat het natuurlijk ook wel zien dat we als club in beweging zijn. Hè? Want als je van buiten aankomt lopen, dan valt hij enorm op. Maar ik denk met name als je in de hal komt, dat je pas echt de goede indruk krijgt wat er allemaal mogelijk is in deze accommodatie. Ja, zeker. Nou, er is bij ons, zover wij weten, één plek bij Ajax waar ze deze hal ook hebben. En natuurlijk zijn er inmiddels weer nieuwe ontwikkelingen, omdat hij daar al een tijdje staat. Maar daar hebben we inderdaad gekeken. En daar is het idee ontstaan dat als we de mogelijkheden hadden, we dat toch graag ook iets wat daarop lijkt zouden willen toevoegen aan deze accommodatie. Nou, dit is gewoon het nieuwste kunstgras wat er is. Weer het meest doorontwikkeld. En daar hebben we gewoon ons in laten adviseren. En dat is de reden waarom we dit veld genomen hebben. Dus hopelijk voor alles en iedereen die hier op dit complex dagelijks bezig is. Om nog gemotiveerder te raken om uiteindelijk het beste uit zichzelf te halen. Dank u wel. AZ scoort het eerste doelpunt hier in de nieuwe indoorhal. De doelpuntenmaker is de nummer 10, Mick Koster. Dat voelt ontzettend goed. Ik ben er zelfs ontzettend trots op dat wij in Zaanstad zo'n mooi complex hebben. Ja. Het AZ trainingscomplex en dan nu met deze nieuwe hal erbij. Ja. Het is gewoon ontzettend mooi en ik ben er ontzettend trots op. Heeft u ook contact gehad met de mensen van AZ? Ja, absoluut. We hebben daar toch wel in meegeholpen. Natuurlijk ook Wormerland bedoel ik. Beide gemeentes. Omwille van het feit dat AZ deze sporthal wilde neerzetten. En vandaar dat we ook onze medewerking zo ook vanuit Wormerland daaraan gegeven hebben. Ja, er zijn zelfs plannen om iets met een stadion te bouwen. Weet u daar iets van? Daar weet ik niks van, vanuit een stadion. Kijk, het stadion staat in Alkmaar natuurlijk. Het stadion zelf staat in Alkmaar, maar hier is ook een stadionnetje of een tribune. Klopt, dat klopt. Men wil daar wel een uitbreiding op doen. Ja. En daar zijn we ook mee bezig. De plannen liggen er nog niet, het is echt in een beginfase. Maar in ieder geval het idee is er om daar in ieder geval wel een uitbreiding op te doen. Ja. Ja. Nou mooi, want de zaalstreek staat dan toch in de belangstelling. Ja, absoluut. En wat het mooie is dat AZ natuurlijk een vooruitstrevende ploeg is. En van daaruit ook dat zij ook op basis van de opleiding, de jeugdopleiding, dat we daar een hele leuke combinatie in hebben met het onderwijs hier in Zaanstad. En natuurlijk ook de sport.
En dat het onze talenten vanuit AZ alleen maar helpt, ook op basis van het onderwijs, maar ook op de sport, om op de kaart te komen. En Zaanse staat daardoor ook heel erg goed op de kaart. Ja, want het is niet alleen voetbal, hè? Het is ook een soort beleving, maar ook de mensen eromheen, die hebben ook een functie. Ja, absoluut. Ik denk wat dat betreft dat de samenwerking tussen de gemeente Zaanstad en AZ, maar ook het onderwijs, als je die driehoek bij elkaar gaat pakken, dat wij de kinderen die hier topsport bedrijven, daarin een ontzettend goede basis hebben en die ook meegeven. Want uiteindelijk wat je ziet, en dat is zojuist ook in de presentatie door gegeven is, is dat 54% van de topsporters hier van AZ uiteindelijk doorgaat in deze topsport. Maar de rest dus niet. En die willen we wel een goede opleiding meegeven, zodat ze ook in de maatschappij gewoon vooruit kunnen. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Als u er klaar voor bent, bent u nou meer AZ'er of meer Ajax-man? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb bij AZ geweldig gewerkt. Alleen ik heb bij Ajax grotere successen behaald als trainer. En ik heb zelf bij AZ en Ajax gespeeld. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het geweldig vind hoe Ajax nu presteert. En ik zou het ook geweldig vinden als AZ weer kampioen wordt, natuurlijk. Dus het is moeilijk om een keuze te maken. Ja, laten we dat zo. Nu is er een nieuwe lood aan de ontwikkeling van AZ gekomen vandaag. U bent ook iemand van, het is meer als voetbal. Ja, ik denk dat AZ een club is van innovatie. En ik vind het ongelooflijk dat ze dit voor elkaar krijgen. Want eigenlijk is de grote geldschieter weg. Maar toch weten ze het voor elkaar te krijgen dat ze zo'n indoorhal kunnen plaatsen op een eigen trainingscomplex. En ik denk dat het weer een meerwaarde is voor de opleiding van AZ. Maar ook voor het eerste elftal. Dus, maar het belangrijkste, dat heb ik ook wel gezien op een filmpje dat ze mij geciteerd hebben, zijn de mensen zelf. De technische staf, de spelers, de fans, de mensen van het materiaal, alles, de technische dings. Iedereen moet in dienst zijn en denken aan het grotere doel. En dat is hier bij AZ. En dat is wat de club ook groter maakt. Ja, want u komt ook regelmatig terug, hè, voor dit soort gelegenheden. Ja, ik word veel gevraagd, hè, advies. En ik heb hier de jeugd, dit trainingscomplex heb ik, of de jeugdopleiding heb ik getest voor de KNVB. En dat was ook omdat AZ dat vroeg. Dus ja, ik draag AZ een warm hart toe. Ja, dat is mooi. Dank u wel voor uw bijdrage. Oké. Dank u wel.